vlees halen. Want ik heb het namelijk nodig voor vanavond. Vanavond hebben we namelijk met de hele klas een barbecue. Een soort eindfeestje is het eigenlijk. Om afscheid te nemen. Omdat we volgend jaar naar de middelbare school gaan. En ik ga dus kipspiesjes maken. En ik ga er dus halal vlees voor halen. Want sommige kinderen zijn van buitenlandse afkomst. Dus ik ga ze natuurlijk geen vlees geven wat ze niet mogen. Dus dat ga ik dus even halen. Ik ga ook kruiden gebruiken zoals gedroogde uitjes en allemaal andere lekkere kruiden. En jullie zullen zo meteen zien wat ik allemaal ga halen. En ik ga dus ook even naar de Action daarna. Om allemaal knutselspulletjes te halen voor mijn andere video's. Zoals slijmspullen, knutselspullen, tekenspullen. Eigenlijk allemaal, het heeft te maken met knutselen. Dat ga ik dus even halen. En ja, tot zo. We zijn nu weer in het slapen en het regent keihard. Maar ze komen nog op kruid, anders is het gewoon niet goed. Als eerste ga ik wat kipfilet halen. En ik haal 2 kilo, want ik moet er best wel veel maken natuurlijk voor de hele klas. Dus. We hebben dus nu de kip gehaald, nu gaan we voor de kruiden pakken. Volgens mij, want die is heet en die is pittig. Dus ik ga deze even pakken. Wat hebben we nu nodig? Je hebt nog knoflook heb je nodig. Gember. Gember heb je nodig. Kijk. Hoeveel heb je nodig? Ja, doe maar gewoon eventjes een klein stukje. Maar breek die maar door. Ja, die is wel genoeg. Die is goed. Dan neem je deze knoflook. Deze? Nog mee. Ja, pak maar. Zo. We zijn dus nu in het huisje. Wat we nodig hebben is stiften voor betekeningen. Die ik al heel lang niet laten zien. Dus dat 2 tulletjes hebben nodig. Sluisspullen. En eigenlijk op het algemeen eigenlijk alleen maar kunstspullen. Dus ik ga gelijk voor de verder op de sluisspullen. Kijk, het is mooi. Het is super schaal. Dan pak ik hier 1 bus. Deze gebruik ik altijd. Altijd standaard kidslijm, deze. Ga ik nu met vloes pakken en ontwikkel heb ik ook mazena nodig, maar dat heb ik gelukkig thuis nog. Ik heb ook zonnebrand nodig. Deze. Want ik heb deze namelijk nodig ook om boterslijm te maken. Dus je hebt deze meester, dus een blauwe. Een groene, die is wel sterk. Die pak ik altijd zodat ik niet zo te veel gebruik. Ja, oké. Dan gaan we nu even kijken of ze het even doen. Ik heb twee stiften gevonden. Dit zijn de stiften die ik ga gebruiken. En dan ga ik nu even andere stiften zoeken. Want ik heb dit. Bij de Action hebben ze van die speciale stiften waarmee je schaduw kunt creëren. En die liggen gewoon hier. Ik pak even wat van. Deze twee. Deze twee kleuren. Ik heb nu alles gevonden wat ik nodig heb. Allemaal knutselspullen zoals stiften, potloden en tapekers. Dus dat ga ik nu even afleveren. Hoi, ik ben dus nu in de keuken en we gaan dus nu de kipstukjes klaarmaken. En ik ben dus hier met mijn vriendin Valentina. Ja. Die gaat me hierbij helpen. En als eerste beginnen we dus met een stukje kip. En die gaan we in blokjes snijden. Wow, kijk hoe groot het is. Waar. Wel eerst natuurlijk altijd je handen wassen, want anders is het niet fris. Mm-hmm. En nu gaan we het gewoon in blokjes snijden. Ja. Ongeveer, kijk, bijvoorbeeld. Dan heb je het kip. En dan ga je het eerst in reepjes doen. Ja, dan ga je het in reepjes snijden. Zoals dit. En dat ga je dan in
best wel grote blokjes, of niet te groot, niet te klein. Ongeveer is dit formaat qua blokjes. Oh, het is heel koud. Ja, het is best wel koud inderdaad. Ja. En zometeen doen we alles in een grote bak die er staat. Ja, die kunnen jullie niet zien, maar die pakken we er zometeen even bij. En er zitten ook nog wel spulletjes in voor die we nodig hebben. Ja, kruiden. Ja. Kijk hoe grote stapels. Ja. We zijn net klaar met het snijden en we hebben alles in deze bak gedaan. Ja, en we gaan dus nu even onze handen wassen. En ja, eigenlijk is dat niet eens nodig, want we gaan toch weer allemaal onze handen weer vies maken. Dus dat is deze kant. En dan hier de schaal. En dan gaan we dus nu deze hele tube erin gooien en kneden. En zoals ik al zei, altijd goed je handen wassen, want het is natuurlijk niet fris voor degene die dit gaat eten. Ja, en dit is trouwens, wat is dit? Marinade voor op de vlees of iets. Ja, dat geeft het smaak, om maar zo te zeggen. Ja, dus dit ding. Ja, deze moet je helemaal in. Oké, ik ga hem even een beetje verspreiden overal. Ik zal dan eerst dit even erin kneden. Ja. Met één hand. Dat mag het gewoon niet. Ja, dan moet ik. Oh nee, die niet, maar de uitjes. We hebben hier knoflook. Ja. En die gaan we er ook helemaal in. Ja, en een paar teentjes. Ja. We gaan dit er nu in doen. We hebben dat dus bijna helemaal ingedaan. Maar ja, we durven gewoon niet meer te doen. We moeten kijken hoeveel er al in zit. Je ziet ook een hele laag daarvan. Het zit helemaal vol. Dus ja. Ja. Maar ook omdat het kip natuurlijk nog koud was, smelt het helemaal natuurlijk de koude stukjes hierop. Oh ja, zout en peper. Deze zout en peper. Deze is zout. Ja, en dan doe ik gewoon een beetje op je gevoel af. Dat is zout, dus dit gaan we weer doen. Dat is lekker veel. Ja, het komt best wel weinig uit. Oké, ik zou eerder dit zeggen. We hebben er nu best wel veel ingehaald. Dus. Ja, dus we gaan nu wat peper bij doen. Zo. Zo, en dat is gewoon zwarte peper. Het is lekker met je handen erin. Kijk, Jiggly. Dit is. En we hebben dus hier allemaal stokjes. Als je kunt zien. Hoe dat gaat, heel goed. Oké. En hier moeten ze dan weer op liggen, toch? De stokjes? Ja. Dus dan gaan we dit even allemaal wegzetten. Ja, ik ga even mooi wassen. Want Dus nu met de satéprikkertjes gaan we allemaal die blokjes gaan we. Dus ik zal even eentje laten zien. Je hebt dus een stukje. Je rijgt die er gewoon heel simpel zo doorheen. Ja, dan moet je gewoon als rijen gezien. Ja. En dan gewoon, ja. Gewoon hoeveel jij wilt eigenlijk. Ja. Ik denk een beetje aan altijd zichtjes of zo. Maar ik denk wel minder. Want ja, we moeten er best wel veel maken. Sorry. Zo, we hebben dus nu helemaal gereigd. We gaan dus nu gewoon hier op de plaat leggen. Ja, wacht, ik doe er nog wel eentje bij. Ja. Dus.
Ik ben dus nu met het laatste spiesje bezig. Zoals je kan zien zijn het eigenlijk nog hele kleine stukjes. Dus ik moet een beetje kijken welke er nog goed oppassen. En ja, zoals je kan zien is ook alleen eigenlijk maar knoflook en kruiden dat het over is gebleven. Dus dat ga ik er zo dicht maar overheen gooien. Dan kan het er nog een beetje intrekken. En dan ga ik nu even alles overheen gooien. Ja, overal een beetje achter. Zo lekker. En als je het gebakken hebt, dan is het heel anders. Het is ook lekker, maar dan heb je net op een andere manier. En we gaan er dus nu folie overheen doen. Net aangekomen en ja, laten we snel naar binnen gaan. Hallo meiden! We zijn dus nu op de barbecue. We gaan zo meteen meteen klassische barbecue. Dus dat jullie zo allemaal lekker eten. Dus voor die moet natuurlijk zo meteen wel afgehaald worden. Ik heb helemaal niks. Ik was vandaag.